Hoeveel varkens heeft u? Wij hebben hier 2500 vleesvarkens. Er zijn er geen 18.000. Er zijn er zeker geen 18.000, nee. Hans van Duinhoven heeft een van de vele boerenbedrijven in het buitengebied van Nijnsel. En toen kwam er 2 maanden geleden ineens het plan van Boer Verhagen voor een nieuw supergroot bedrijf met duizenden varkens. We hadden natuurlijk wel iets vernomen dat er ooit iets zou komen, hè? Want we moeten niet altijd naïef doen. Maar 18.000, nou daar zijn wij met de buurt dus ontzettend van geschrokken. Want een megastal in de buurt maakt het voor de andere boerenbedrijven moeilijk om verder uit te breiden. Daar heb je een regelgeving van doen, hè? En dan zeggen ze zoveel varkens in dat gebied en dan stoppen we ermee. Dus, ja. En als meneer Verhagen hier met zijn bedrijf komt, dan pikt hij al die mogelijkheden in. Ja. En dat wordt dan echt in onze oogpunt de doodsteek voor onze gezinsbedrijven die hier in de buurt zitten. En dat is niet mijn mening, maar dat is de mening van alle agrariërs in de buurt. Boer in verzet tegen boer. En er is steun van de burgers uit de buurt. Daar in de rechtse huis, daar woon ik. Ja, dat kunnen we nu nog zien. Nou, nog wel, maar als die grote stal er staat, dan is het weg. Ja. Dan zie je alleen maar stallen en niks meer van ons. Weg, fraai uitzicht. Maar er is meer. De enorme stankoverlast die er gaat komen. Ja. Daar bent u bang voor? Daar ben ik heel erg bang voor. Megastallen mogen niet meer in onze provincie. Maar de plannen van Boer Verhagen stammen nog uit de tijd dat dat wel mocht. De boer wil niet voor onze camera reageren, maar geeft aan wel te hopen dat er een oplossing komt die voor alle partijen acceptabel is. Het spandoek voor de gemeenteraadsvergadering is al klaar. Het is de vraag of de Raad van Sint-Oederode een oplossing kan vinden waar iedereen blij mee is.